Welkom in het Safari Park. Dit is toevallig het park waar ik in opgegroeid ben. Het ligt in de pijp. Toen ik hier opgroeide, zeg maar tot de jaren 30 ook gewoond heb, was dit een ras-echte volksbuurt. Met echt pure ouderwetse armoede, halve woningen. Twee families op één trap, één toilet en samen zaten we het badhuis. Inmiddels zijn we 20, 30 jaar verder en is de pijp uitgegroeid tot de duurste ontroerend goedbuurt in heel Nederland per vierkante meter. Dus dat is een soort Fata Morgana, ja, die eigenlijk niemand ooit had kunnen voorspellen. Maar goed, daar zijn we hier niet voor. We zijn vandaag in het Safari Park om aan de hand van Safari, daar lopen we zo naartoe, een echte ouderwetse eerlijke socialist van de bovenste plank, die zich in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw in heeft gezet tegen de wantoestanden die heersten onder de echte armen. Het is nu 2 jaar inmiddels dat het walgelijke, criminele lieg- en bedriegkabinet van de VVD-misdaadgroep met zijn Partij van de Arbeid hoertjes heerst in Nederland. En we wilden dus heel klein even summeren, een aantal gevolgen hier melden. Omdat wij daar bijna dagelijks worden we gemaild door lezers van onze website Amsterdam Noir. Over allerlei vreselijke toestanden die mensen nu moeten meemaken. We zijn vandaag in het Safari Park voor I Amsterdam Report. Om te memoreren dat het lieg- en bedriegkabinet nu 2 jaar aan de macht is. En inmiddels de gevolgen daarvan schrijnend gevoeld worden door vooral de zwakste en armen in onze samenleving. Before I die, hoop ik dan ook nog mee te maken dat de rule of law weer hersteld wordt in Nederland. En dat het echte krengentuig, Mark Rutte, Asscher, Jetta Kleinsma en noem ze maar op, voor het gerecht zullen worden gesleept en gestraft zullen gaan worden wat ze verdienen, levenslang. Goed, we zijn nu dus vandaag bij het standbeeld van Safari. Wat mij betreft echt vergeten volksheld uit de jaren 1920-1930, zoals ik al reeds eerder zei. Safari kwam uit een arm gezin, was een Joodse Nederlander. En die heeft zichzelf via studie, was een heel intelligente man, opgewerkt. En heeft zijn leven ingezet. Hij constateerde de verschrikkelijke armoede. Amsterdam had in die tijd even de hoogste kindersterftes van Europa. Er waren nog geen rioleringen. Allerlei ziektes heersen zoals tyfus. Gewoon op grond van het feit dat er geen hygiëne was en geen voedsel. Dat heeft hem zo geraakt dat hij van zijn levenstaak gemaakt had om zich in te zetten dat er rioleringen kwamen, dat de armen min of meer menswaardig bestaan konden krijgen, dat er op de hygiëne gelet wordt, scholing werd ingevoerd. Maar bovenal heeft hij eigenlijk zich onsterfelijk gemaakt. Het was zo verrot, zal ik maar zeggen, liberaal in die tijd, bepaalde punten, dat het brood voor de armen werd gemalen letterlijk met zand. En dat had ook veel doden tot gevolg. Hij heeft toen een soort collectief coöperatie opgericht, een meelfabriek, waar dus zo goedkoop mogelijk gezond brood zonder die vermenging van zand te gaan maken en die te beschikken stellen aan de armen. Kortom, Safari was wat je noemt een echte socialist, SDPA, voorloper van de Partij van de Arbeid, die als die vandaag de dag terug zou komen en die schobbenjakken, die nu de top van de Partij van de Arbeid uitmaken, zoals Playboy Diederik Samson, Jetta Kleinsma Moestuin, de supercrimineel Martin van Rijn, Asscher, de arbeidersverrader met zijn maffia-familie, dan zou hij zich dood schamen voor die